Na de overwinningen op de Graafschap en Roda JC gaat Almere City vrijdagavond op zoek naar haar derde zege op rij. Coach Alex Pastoor moet in Utrecht plaatsnemen op de tribune nadat hij vorige week in de hectische slotfase tegen Roda twee keer geel en dus rood kreeg. En dat zit hem nog steeds dwars. Als je voor een vergrijp zoals in het veld lopen geel krijgt, dan snap je dat. Maar voor het roepen van wat een fout, als dat dan twee keer geel is, dan is het wel frustrerend dat je daarmee genoegen moet nemen. Maar het biedt een heleboel mogelijkheden voor met name Hedwiges om de eindverantwoordelijke letterlijk te zijn. Waar hij al heel veel dingen doet. En voor mij ook om dat van een ander plekje te observeren en te waarderen. Natuurlijk wilden wij Hedwiges Maduro even spreken, omdat hij vrijdagavond voor het eerst eindverantwoordelijke is. Maar dat mocht helaas niet. Alex Pastoor doet het woord vooraf en neemt morgenavond dus plaats op de tribune. En zal geen contact hebben met zijn vervangers. Nee, ik ga gewoon op mijn gemak zitten kijken. Met een gezonde wedstrijdspanning. En meer niet. Maar je staat ook niet op een bepaalde manier nog in contact met de technische staf? Nee, dat mag niet, hè. Nee. Ook geen oortjes en ook in de rust ook geen boodschappen, appjes, weet ik veel. Nee, des te meer ik erover zeg, des te minder vertrouwen spreek ik daarmee uit. En bovendien, het is niet toegestaan, dus dat doen we niet. Deze Spanjaard Alvaro Peña is belangrijk voor Almere City de laatste tijd. De Baskische middenvelder staat sinds de uitwedstrijd tegen de Graafschap in de basis. En sindsdien werd er alleen nog maar gewonnen. Er is muy importante para el equipo, hè, últimamente. Sí, bueno, estoy teniendo la suerte de que el entrenador está confiando en mí. Yo intento hacer lo mejor que pueda en el campo, intentar ayudar a mis compañeros y bueno, sobre todo lo importante es que el equipo gane y que podamos estar allá arriba. Samen met zijn landgenoten Pascu en Manel Royo streek Peña afgelopen zomer neer in Almere. Y Maduro habla español, es muy importante para ti y para tus compatriotas. Sí, la verdad que nos ayuda mucho. Yo estoy intentando aprender inglés rápido para poder hablar con todos mis compañeros perfectamente y bueno, la verdad que está siendo de gran ayuda. De uitwedstrijd tegen Jong Utrecht met Peña en eindverantwoordelijke Hedwiges Maduro begint vrijdagavond om 8:00.